Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Boven het zuiden van ons land ligt nog een dun laagje bewolking. Daar valt ook wel wat lichte sneeuw uit. En dat betekent dat het lokaal dus nog glad kan zijn. Het verdwijnt wel snel, want in rond een uur of tien is het droog. En geleidelijk breekt ook in het zuiden de zon door. Vanochtend temperaturen tussen 1 en 4 graden. Het kwik loopt vanmiddag op. Het wordt uiteindelijk 6 tot 8 graden. Droog is het met flinke zonnige perioden en een overwegend matig noordelijke wind. In de avond gaat de temperatuur weer snel omlaag. En dan vriest het al snel ook weer een paar graden. Uiteindelijk in de nacht, in het oosten misschien min 5. Met kans op een misbank en lokale gladheid. Morgen gaan we dan een wisselende dag tegemoet. Met zonnige perioden, maar zeker ook wolken. En die wolken krijgen steeds vaker de overhand. Van het noorden uit neemt ook de kans op wat lichte motregen toe. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden. Matige westelijke wind en 5 tot 7 graden. Donderdag ook een graad of zeven op de thermometers, maar dan met veel bewolking en veel vaker neerslag. Vrijdag is het wel bewolkt, maar overwegend droog. En zaterdag zien we de zon af en toe, dan met een temperatuur van ongeveer 10 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.